Welkom bij de workshop Kruidenspiraal bouwen. Ik neem je mee naar mijn kruidenspiraal op Verderland in Tilburg. Dit is de kruidenspiraal in augustus. 10 augustus zag die er zo uit. Weelderig begroeid met allerlei bloeiende kruiden. En het leuke was, ik mocht mijn kruidenspiraal ook meteen tonen in het programma Eigen Huis en Tuin. En het bekende programma Binnenste Buiten. En wat maakt een kruidenspiraal nou zo bijzonder? Nou, je kunt op een heel klein oppervlak, nog geen 2 vierkante meter, heel veel verschillende soorten kruiden kwijt. Bovendien is het een ideale manier om allerlei steenmateriaal te hergebruiken, zoals stoeptegels, bakstenen, tuintegels. En het leuke is, je kunt er jaar rond van oogsten. Ik ga een nieuwe kruidenspiraal bouwen in mijn eigen achtertuin en ik zou het heel erg leuk vinden om jou ook te helpen met jouw eigen kruidenspiraal. Wil je met me meebouwen? Doe dan mee met deze workshop Kruidenspiraal bouwen. Ik ben heel benieuwd naar jouw ontwerp.